Goedemorgen allemaal. Ik ben net wakker en we gaan straks op tour door Hongkong. Het is nu denk ik 8 uur en ik zal jullie even het uitzicht laten zien. Ik zal het raam open doen. Echt heel cool. Ik ga me even aankleden en een beetje ontbijten. Ik heb havermout gekocht. Ik ben benieuwd hoe dat hier smaakt met melk. Lekker. Doeg. Hi, ik ben net even ontbijt aan het maken. Ik sta nu in de keuken. Ik kan het zien. Ik heb havermout. En dat gaat echt super snel. Als je erbij kan horen. Wat zachter. En ik gebruik... deze melk. Ik ben benieuwd, ik heb hem niet geproefd. En ik gebruik ook nieuw. Het zijn helaas wel maar echt 5 van die zakjes. Ik heb eergisteren dit shirt gekregen. Het is een beetje groot, maar echt super nice. Het is van de Unie. Dus dat ga ik vandaag even aandoen. Ik heb echt super zin in, we gaan vertrekken bijna. Dus ik neem jullie mee. Yes, number 3. Please remain free and to walk around the temple in the... We zijn nu onderweg naar een tempel en het is hier een verkeerplaats met heel veel hoge gebouwen en de tempel is daarachter. Dus we lopen nu naartoe en we zijn niet de enige, want er zijn ontzettend veel... Kults, oké. Ik ben benieuwd waar we straks terechtkomen. Ja, ik heb er zin in. We zijn wel een beetje opgesplitst. Zeg maar de mensen die ik ken en ik. Maar kom wel goed. Ik ben zo aardig. Het is echt druk. Ontzettend druk. Oh, hier is de ingang. Wauw. Hier is een nieuwe. We staan hier dus voor de tempel en je hebt hier allemaal van die beelden die een jaar representeren. Dus dit jaar is het bijvoorbeeld het jaar van het varken en die staat verderop. Maar ja, wel heel cool om dit allemaal te zien. Zo mooi dit. Mensen lopen hier dus allemaal rondjes met van die wierookjes. Ja, ik heb het idee dat ik ontzettend in de weg sta, maar ja, ik sta dus nu in die tempel. Ik heb het idee dat het de bedoeling is dat iedereen rondjes loopt met al die wierookstokjes. En vandaar sta ik in de weg. Maar het ruikt hier echt super lekker naar wierook. En het is echt heel mooi. Ik zal het even laten zien. Oké, you remember the chili pond? Heel leuk. Nou, we zijn dus bij Stanley Market en de zon schijnt en het is echt zo chill. Ik heb echt een heel erg vakantiegevoel. Ik ga even het uitzicht laten zien. Ja, we gaan nu even... Je hebt daar de zee en allemaal van die hele mooie bouwen. En dit is het Love Terrace met allemaal van die leuke dingen. Dat is wel leuk. We gaan nu krijgen een soort rondleiding van als gids. Echt top. Dit is echt heel schattig. Lekker shoppen. We gaan lekker eten. Ja. Wat koffie. We gaan lekker eten. Laura. Enjoy. Enjoy your meal. Bye. Yes, I'm doing. Wave at the camera, guys. Bye.
We zijn nu onderweg naar het strand. Oh, het is zo mooi. Ik zal het jullie laten zien. We hebben net geluncht. Het was super lekker. En ik heb net ook een kommetje gekocht voor mijn havermout. Toch wel handig om je eigen kommetje te hebben hier. Dus chill. Ik zal het even laten zien. Wauw. I love it here, guys. I don't think I'm going to study. You have a camera. Where? In the Netherlands. Oh, nice. You want to be on my camera? So cool. Introduce yourself. Introduce yourself. My name is Faison. I'm awesome. I'm from the U.S. Georgia. Netherlands, we in here. Let's get it. Look. I can do this. And it's Netherlands. High tech. Look. Look at yourself. Yes. Okay. We're gonna enjoy the beach. I really want to run tomorrow. Go together? Yeah. Yes. Okay. It's on camera, so we have to go now. We krijgen dus op dit moment een tour door Hongkong. En we zijn nu al een tijdje onderweg. Dus denk ik nu een uur of drie, half. Ik denk dat het 3 uur is. We zijn al naar een grote tempel geweest. En we zijn net dus naar de markt geweest. En we zijn ook naar het strandje, geweest kijken. En daar rijden we nu richting Victoria Peak. En dat is ook wel echt een hoogtepunt van Hongkong. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik ben best wel weer moe. ik denk de afgelopen vandaag ben ik de hele tijd heel moe, dus ik moet het denk ik gewoon nog een beetje wennen. Verder is het echt super gezellig, helemaal gewoon met een hele grote groep en iedereen is nog steeds super open. Dus we moeten nog steeds nieuwe mensen, dus dat is wel heel gezellig. Zie jullie later, doei! We zijn hier bij Victoria Peak en dit is blijkbaar een bekend gebouw. Dit moet ik even opzoeken, ik weet niet wat het is. Even kijken, waar is ons groepje? Hier. Helemaal. We zijn nu op de Victoria Peak en we lopen richting het uitzichtpunt. Dit is denk ik het einde van de tour, maar we hebben besloten om iets langer te blijven. Dus kan ik jullie nog maar laten zien? Ja, het is echt. Ik zal het even laten zien wat uitzicht, hoe het uitzicht eruit ziet. En kijk. Wauw. Love it. Oké, we zijn niet de enige hier. We zijn nu naar beneden aan het hiken. Het zou ongeveer 2 uur duren, dus we zijn nog wel eventjes bezig. Maken we 3 van. Lukken er nu? Ja, op jullie tempo wel. Yes. We will see if we will make it. Kijk hoe mooi het uitzicht is, jongens. Lekker wandelen. Say hi. Look at that dog. And it's funny. Hey, good vision. So cute. It's so cute, yeah. We zijn nu beneden gekomen en kijken nu van onder naar die hoge gebouwen. Zo. Helemaal. Het gaat nu allemaal goed. We zijn lekker aan het lopen en nog een beetje ons eigen ding. We zijn best wel met een grote groep, dus dat is wel gezellig. We komen opeens een dierentent tegen, dus dat is best wel een beetje random. Hier zitten lemurs. Ik weet niet hoe die dat heet in het Nederlands. Maar het is echt heel mooi hier. Het is een soort. Wat zeg je? Ik denk dat die vlog van jou mooi is. Nou, we wel zien. We zijn een stukje verder gelopen. Ik denk dat we nu 3 kilometer hebben gelopen van boven. En het is echt prachtig. Je hebt het zien lessen. Alright, keep walking. Yes. Crossing the street. We zijn nu bezig om een straat over te steken. En wat dus heel erg grappig is, je hebt dus van die loopbruggen. Dus in plaats dat je inderdaad moet wachten voor het stoplicht, kun je er gewoon oversteken. Daar is een andere. Dat is heel cool.
ja, onze groep is nu een beetje opgesplitst en we gaan nu richting de haven, want we willen de skyline zien. Dus zo, iedereen lekker. Oh guys, now we have to wait. Ja, en we gaan op zoek naar een tekje om te drinken. We zijn nog steeds aan het lopen. We hebben net een octopus kaart gehaald en dat is heel handig, want het is een soort kaart waar je alles mee kan betalen. En we lopen nu hierin. Yes. We gaan even naar de harbor toe. Dus, lekker lopen. Volgens mij hebben we echt al een paar kilometer gelopen, dus dat is wel chill. We lopen nu op de boulevard en we gaan straks met de ferry naar de andere kant. En dan gaan we de lichtshow kijken aan deze kant van, van Hongkong Island. Maar eerst gaan we iets vinden om te eten. Je hebt heel veel vogels in die bomen volgens mij. But I cannot see the birds. Dit is best wel cool. Ze laten maken reclame voor de Faison is het. Faison. We gaan nu even wat eten halen. Dit is het geld. En het is denk ik 4 euro. En hij is nu aan het pakken. En we hebben net een heel leuk biertentje gevonden waar je op de trap kan zitten en eten. Dus yes. Lekker. Zin in. Ja, echt heel veel zin in. Het is echt helemaal niet duur. We gaan even wat drinken halen bij dit hele schattige kraampje. En dan gaan we dus daar op de trap zitten. Want daar zit echt iedereen te chillen. En is live muziek volgens mij. En dan is hier dus het water en de ferry. Super nice. Faison got a really beautiful drink. Enjoy, Faison. It takes a real man to look good. Yes, of course. All I hope it will stay. Yeah. Met een super mooi uitzicht. It's perfect. En muziek op de achtergrond. Een coronaatje daar. Happy, happy. Zo, we zijn onderweg naar. We zijn onderweg naar de ferry. We zijn precies op tijd. Dat is fijn. We gaan dan kijken naar de lichtshow aan de andere kant. Maar het is best wel een drukte hier. Oh. We're at the ferry now. Wait. It's still necessary. It is. This is so necessary to film. Oh, it's following your head. Nou, we zijn nu bij de light show en het is nu al zo cool. Ik krijg een beetje op Times Square hier. Heel cool. We zijn nu weer aan de overkant. En we zijn dus met de ferry gegaan en net de lichtshow gekeken. En we zijn hier onderweg naar de metrohalte. Maar het is een half uurtje lopen, dus we kunnen het een en ander zien hier. Dat is cool. Faison gaat even wat lekkers kopen. Je hebt hier namelijk allemaal van die balls. Wafels. Balls. En dat zijn dus een delicatessen te zijn. Helaas heb ik iets gegeten. Yeah. First time in the metro. Yeah. Yeah. Hey. Ja, we gaan nu naar huis en we zijn echt super moe, want we hebben echt super veel gelopen. Dus yes, tot zo. Nou, we zijn eindelijk thuis. We hebben 11 kilometer gelopen net. Ik denk eigenlijk wel meer, want ik zette mijn watch pas heel laat aan. Dus we zijn echt kapot. Dus ik ga nu lekker slapen, 10 uur. En ik ga nog even deze vlog bewerken. Dan kan ik hem misschien meteen online zetten. Maar ik denk dat hij heel lang is, dus misschien wordt het morgen wel. Ja, jullie komen er vanzelf achter. Slaap lekker.